Stel, je bent een startende ondernemer en je wilt je salesvaardigheden gaan verbeteren. Misschien ben je erg sociaal ongemakkelijk. Ik was sociaal ongemakkelijk, dus ik vond het heel belangrijk om dan toch verkoop te leren. Wat als je weinig tot geen waardering ontvangt van klanten, ook al verkoop je wel. Wat kan je in zo'n geval doen om toch een bevestiging te krijgen voor jezelf? Oké, het is moeilijk, het is zwaar, maar ik ben goed bezig. Ja, dat is sowieso een hele goede vraag. Dus als je weinig waardering ontvangt van een klant, dan zal je ook niet heel veel gaan verkopen in verhouding. Want mensen kopen uiteindelijk van jou omdat ze het jou gunnen, omdat ze jou aardig vinden. En natuurlijk, de oplossing moet goed zijn en het moet helemaal passen in hun plaatje. Maar uiteindelijk begint het wel bij jou. Want jij bent degene die klik moet maken met de klant. Dus stel dat je hard aan de slag gaat, maar je merkt gewoon dat het gewoon heel lastig is om te verkopen. Dan kan het aan een aantal factoren liggen. Of het product is gewoon niet goed genoeg. Of er is weinig behoefte aan het product in algemeenheid. Dan wordt het voor jou ook sowieso een stuk lastiger om het te verkopen. Of als je merkt dat er wel heel veel behoefte is aan het product, maar jij krijgt het gewoon niet voor elkaar om heel veel ervan te verkopen. Dan ligt het gewoon 9 van 10 keer ligt bij jezelf. En dat is vaak een kwestie van de behoefte. Die moet gewoon goed bepaald worden. Op het moment dat jij de behoefte echt kan achterhalen van de klant, dat je echt weet van, dit vind ik belangrijk, hier ben ik naar op zoek. En je weet die vertaalslag te maken, wat het doet met ze zodra zij jouw product of dienst afnemen. Dus die vertaalslag weten maken. En de klant die ziet dat, die ervaart dat ook op die manier. Ja, dan schieten jouw kansen enorm omhoog om die deal binnen te halen.